Met Golden Avenue die nog altijd leidt. Golden Avenue nu 2-3 lengte voorsprong. Flits Harley op de tweede plaats staat op het punt om aangevallen te worden door Vakir Olderson. En zo zijn we dan in de rechte lijn. De rest zal veel zeilen moeten bijzetten om de koploper nog terug te halen. En die koploper is nog altijd Golden Avenue. Golden Avenue met 2 lengte voorsprong. Vakir Olderson probeert te versnellen. Aan de binnenkant daarachter volgt dan Flits Harley. En zo zijn we dan in de finale fase beland met nog 200 meter te gaan. Dan is het nog altijd het Golden Avenue. Vakir Olderson kan proberen wat hij wil, maar komt niet dichterbij. Golden Avenue en Dennis Minima winnen het. Of het nou gras is of Sintels, het maakt niet uit. Golden Avenue op de tweede plaats, Vakir Olderson, dan Flits Harley en Bisa Zandbergen. Daar zijn de voorlopige winnaars. Golden Avenue, Dennis Minima, 6 jaar. Deze bruine ruin, Alien Donon uit Volpix Himia. Gefokt door het bezit van Dennis Minima, Bas Krebas en Dennis de trainers. Dennis de rijder van dienst. Voorlopig. Ja, we kunnen gaan huldigen de winnaar Golden Avenue en Dennis Minima. Ze gingen rond in 1:15:02. Hoorde je hem? Ja, Dennis, je moppert over dat je best op het gras had gewild, maar dit is ook wel leuk. Ja, die grasbaan is perfect. Twee weken geleden was hij veel zwaarder en slechter. En ik weet niet wie hem heeft afgekeurd, maar ik ben het er zeker niet mee eens. Nee. Maar aan de andere kant, ben je nu niet een blij man dan? Ja, zeker ben ik blij man, ik win. Maar op de grasbaan had hij ook op zeker gewonnen, maar... Ja, ik vind het gewoon flauw. Je schrijft zin op het gras, dan moet je niet zeuren als die baan een beetje zwaar is. Dat is gras. Maar je bent wel heel blij met je paard, denk ik. Ja, paard is ongelooflijk. Ik rijd gewoon de hele weg vol gas. En ik hoef de proppen niet te trekken, ik hoef er niet eens aan te rijden. Hij wint het gewoon fluitend. Hij hoeft niet op rust ook, denk ik. Nou, was ik ook niet van plan. Hij heeft nog een paar leuke ritten bol voor misschien. En ja, hopelijk nog een keer in Zweden. Paradepaard, doet dat je wat? Ja, dat is leuk. Daar heb ik voor gewerkt. Dat weet Kees Vossel ook. Ik was er een paar maanden geleden al mee bezig. Ik zeg, het moet misschien kunnen lukken. Nou, de laatste keer zei ik al, vandaag kunnen we beslissen. Dat lukt ook gelukkig. Mooi Kees, dankjewel dat jij het nakoersen paradepaard, vooral zowel de draf als de volbloeds, in ere houdt. En geef hem dan maar een applaus, dames en heren. Het kersverse paradepaard. Hij wint gewoon op de Sintels in 1:15:02. Een geweldige Golden Avenue. Dennis. Komen de baan op. Standby. En de start is gevallen. Flits Harley, een flitsende start, heeft een viertal lengte voorsprong genomen vanuit het eerste band. Op de tweede plaats Golden Avenue. Daarachter ligt in derde positie dan Gideon of Egypt. Zo gaan de paarden dan de bocht in. Verder weg in het veld is het dan Vakir Olderson. Die wordt gevolgd door Canon de la Douce. Daarachter is het dan Bizar Zandbergen. En de rij wordt gesloten door Girondin. En zo komen de paarden dan de bocht door. Gaan op weg naar de rechterlijn voor de tribune. En daar is het Flits Harley die nog altijd leidt. Flits Harley heeft het commando. Heeft 2 lengte voorsprong op Golden Avenue. Maar die komt dat dichterbij. Golden Avenue gaat een gooi doen naar de leidende positie. Successievelijk neemt over. Golden Avenue heeft overgenomen van Flits Harley. Dan zien we een gat van 6-7 lengte tot Gideon of Egypt. Verder weg in het veld Vakir Olderson. Dan weer een gaatje. En achter deze paarden is het dan Girondin die 2 plaatsen goed maakt voor Canon de la Douce en Bizar Zandbergen. Een verschrikkelijk langgerekt veld hebben hier als we de bocht ingaan op weg naar de overzijde van de baan. Dan is het Golden Avenue die nog altijd een lengtevoorsprong heeft op Flits Harley. En een lengte of 7 daarachter ligt in derde positie Gideon of Egypt. Op 3 lengte daarachter is het Vakir Olderson. 5,5 lengte daarachter Girondin met Bizar Zandbergen en Canon de la Douce. En zo zijn we dan aan de overzijde van de baan. Halverwege de rechterlijn aan de overzijde. Golden Avenue nog altijd op kop met een lengte, nu 1,5 lengte voorsprong op Flits Harley. 3 lengte erachter
is het dan Gideon of Egypt die de aanval krijgt van Vakia Oldeson die nu naar een derde plaats gaat. Ook Girondin die maakt de plaats goed naar de vijfde plaats. Maar aan de binnenkant trekt ook Bizar Zandbergen mee. En dan Canon de la Douce en zo gaan we dan de laatste bocht in. Met Golden Avenue die nog altijd leidt. Golden Avenue nu 2-3 lengte voorsprong. Flits Harley op de tweede plaats staat op het punt om aangevallen te worden door Vakia Oldeson. En zo zijn we dan in de rechte lijn. De rest zal veel zeilen moeten bijzetten om de koploper nog terug te halen. En die koploper is nog altijd Golden Avenue. Golden Avenue met 2 lengte voorsprong. Vakia Oldeson probeert te versnellen. Aan de binnenkant daarachter volgt dan Flits Harley. En zo zijn we dan in de finale fase beland. Met nog 200 meter te gaan. Dan is het nog altijd Golden Avenue. Vakia Oldeson kan proberen wat hij wil. Maar komt niet dichterbij. Golden Avenue en Dennis Minima winnen het. Of het nou gras is of sintels. Het maakt niet uit. Golden Avenue op de tweede plaats. Vakia Oldeson. Dan Flits Harley en Bizar Zandbergen.